Helemaal. En wat super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb de Lovies adventskalender. En ik werd echt massaal getagd hierin. Elk jaar denk ik weer, ze gaan het dit jaar niet doen. Maar ze komen altijd zo laat met het naar buiten brengen. Dat ik telkens gewoon weer verbaasd ben dat ze het wel doen. Elk jaar ben ik weer helemaal fan van de buitenkant. Maar dit jaar overtreft alles. Ik vind dit zo ontzettend schattig. Dus een cute strikje en een hartje. Nou, ik vind het dus echt helemaal het einde. En het is dus de Lovies Holidays Advent Calendar. We hebben hem weer in het goud en in het zilver. En ik heb, like always, de adventkalender in het goud. Hij is 50 euro. Dat doen ze elk jaar. Dat wil ik ook wel even gezegd hebben, dat ik dat echt heel fijn vind. Dat hij eigenlijk altijd 50 euro is. We gaan hem even openmaken. Want ik heb echt nul verwachtingen hierbij. Ik weet wel dat het begon met een hele slechte kalender. De eerste keer dat ik hem uitpakte. En hij wordt steeds een beetje beter. Oh, dit ziet er zo leuk uit. Wacht even hoor. Ja, dit is zo leuk. Het is helemaal een beetje vintage-achtig. Ik hou van het gevoel wat ik krijg bij deze adventkalender. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar het is een beetje alsof het innerlijke kind in mij hier heel erg blij van wordt. De adventkalender heeft weer 12 vakjes. Ik heb er een mening over, maar ik heb het ook wel een beetje losgelaten. Want we kennen het nou eenmaal wel. Maar goed. Hier is ze. Ik hoop dat je er zin in hebt. Als het zo is, doe even je duimpje omhoog. En dan ga ik naar het allereerste vakje. Als ze scheuren, heel fijn. Dit is vakje nummer 1. Wat zou het zijn? Het zijn oorbellen. Dat zie ik wel. Oh, volgens mij zijn deze heel leuk. Oh, wat kraken ze hard trouwens. We krijgen 1 extra achterkantje erbij. Oh nee, 2. Hè? Deze vind ik heel leuk. Dit zijn ze. En ik dacht eerst gewoon normale hoops. Maar er hangt dus een hartje aan. En ik dacht dat ik hartjes niet heel leuk vond. Maar het blijkt dus dat ik hartjes wel leuk vind. En deze vind ik daardoor heel leuk. Want hoops gecombineerd met hartjes kan bijna niet beter. Oké, heel, heel leuk eerste vakje. Deze vind ik echt heel erg leuk. Nummer 2, die zit hier. Deze gaan echt wel heel chill. Kijk, hoe makkelijk. Ik weet ook niet waar dat aan ligt. Dat het bij sommigen niet zo is en bij sommigen dan weer wel. Dit is een ring. Ik denk niet dat ik hem leuk vind, maar ik moet hem even omdoen. Hij is te klein, maar ik krijg hem niet groter. Ik denk dat het wel een voorspelbaar. Ik zeg altijd voorspelbaar. Een verstelbare ring is, maar ik krijg hem niet groter. Oh, er zit wenkbrauwverf op mijn vinger. Goed voorbereid, andere vinger. Dit is de ring. En ik vind hem dus eigenlijk wel leuk. En ik denk dat je hem dus open kan trekken. Maar dat lukt me niet, want hij zit echt heel stevig. Oké, ik zou hem net aanpassen, maar zeer waarschijnlijk krijg ik hem nu niet meer af. Zorgt ook een klein beetje voor een rollade effect hier aan de zijkant. Ja, ik vind hem toch wel leuk. Is die leuk zo in combinatie met die? Die is dan blauw en dit is met roze. Ja, ik denk dat ik het toch een leuke ring vind. Alleen, hij zit heel strak. Dus misschien kan ik dat met 2 tangen of zo proberen. Ergens doet het me ook denken aan een doos met bonbons. En ik heb geen idee waarom, want het lijkt niet eens op bonbons. Maar snap je? Nee, ik weet niet. Dat ligt waarschijnlijk aan mij. Nummer 3. Die hebben we hier. Het is make-up van Douglas. Oh, dat vind ik jammer. Of heeft Lovies altijd 10 vakjes? Dat ze er nu 2 extra in hebben en dat is make-up. Het is een blush van Douglas eigen merk. Nummer 3, Holly Hock. Het is deze. Ik vind dat niet zo leuk, denk ik. Over het algemeen, de adventkalenders van Lovies wel leuk. Ik bedoel, het is niet geweldig. Er zijn verbeterpunten, maar dit vind ik eigenlijk een stapje achteruit. En Douglas eigen merk make-up is heus wel goed. Maar snap je de feeling erbij? Is net even anders. Ik vind het wel een mooie blush. Oké, dit wordt weer zo'n rollercoaster. Zo van, oh, hij is wel mooi. Ik vind het ook leuk dat dit erin zit in plaats van een telefoonkoord. Maar dat is het ook weer net niet. Oh, hij zit ook los erin. Oh nee, dat is niet zo, hè? Wat bewoog er dan net? Die ene cel in mijn hoofd. Een blush van de Douglas. Ik weet niet wat ik ervan vind. Nummer 4. Dat is deze. Of een sieradenkist. Het lijkt ook een beetje op een sieradenkist. Oh, deze gaat niet makkelijk. Ik was zo enthousiast. En deze krijg ik gewoon niet ingedrukt.
Oh nee, moet ik hem... Oh, nee, ik sloop hem helemaal. Oh, dat wil ik niet. Oh, deze oorbellen. Oké, nou, even op de rem. Ook weer extra achterkantjes, wat ik op zich wel heel chill vind. Maar deze oorbellen... Oh, er is iemand buiten die nu naar me aan het kijken is. Dat vind ik heel gek. Maar goed, deze oorbellen. Ja, het kan niet anders dan dat ik deze echt heel erg leuk vind. Het zijn strikjes. Wacht, ik probeer ze recht te krijgen. Het zijn dus strikjes. En ik weet niet waarom, maar ik zit echt in mijn strikjes. In mijn strikjes era. En dit zijn dus studs. En ik hou hier echt zo erg van. Ik weet niet waarom. Ik had zeer waarschijnlijk een voorgevoel dat er strikjes in gingen zitten. Vandaar dat ik mijn strikjes draag. Maar ik vind dit dus echt heel erg leuk. Ik hou meer van hangende oorbellen. Maar goed, die zaten er al in. Dus ik vind het ook wel leuk dat er studs in zitten. En zeer waarschijnlijk ga ik ze anytime soon dragen. Dan zit hier nummertje 5. We begonnen zo goed. We begonnen zo goed. Ja, het kan niet zijn dat ik alles leuk vind. Dus deze vind ik niet leuk. Het is een ketting. En op zich vind ik het idee ervan wel leuk. Maar ik vind hem niet leuk. Kijk, dit is hem. En ik hou ook gewoon niet zo van dit. En daar hangt dan alles aan. Ik had dan liever gewild... dat het verspreid was. Dus dat het allemaal losse bedels waren. Er zit een sterretje aan. Er zit een rood, nou ja, weet ik veel watje aan. En dan dit ding. Met, wat is het? Zijn het maantjes? Ja, het is een soort maan en sterren. Ik vind deze niet mijn ding. Vind ik het verschrikkelijk? Nee. Maar qua ketting kan ik leukere dingen bedenken. Komt assistentie bij, want hij moet en zou meedoen. We gaan ondertussen naar nummertje 6. Hoe kan dit? Is hij nou verschoven of zo dat dit niet meer goed doet? We hebben een opvulling. En ik denk dat bijna alle adventkalenders heel goed meedoen met de trend van nu. Want deze clipjes zien we natuurlijk heel... Nee... Zien we natuurlijk over heel TikTok en Instagram. Het zijn van die clipjes waarmee je je haren even uit de weg haalt. Als je je make-up doet. En deze beloven dus geen knikjes achter te laten in je haar. Dat zijn dus deze. Ja, ik heb er al echt genoeg. Al vind ik het wel heel leuk dat er glitters bij zitten. Dus eigenlijk vind ik ze ook wel weer heel cute. En dit gebruik je dan als een echte TikTok girly bij je Get Ready With Me. Eigenlijk vind ik het ook wel weer heel logisch of zo dat het erin zit. Logisch. Ik vind het heel logisch. Niet erg. Maar het is wel een opvulling. Nummer 7. Hey, zaten deze er niet vorig jaar ook in? Want het doet me echt denken aan wokkels. Van die wokkelchips. En volgens mij zat dat er vorig jaar ook in. Ik vind ze in ieder geval niet leuk. En misschien zei ik vorig jaar van wel. Maar mijn smaak is per jaar letterlijk verschillend. Wauw. Kijk dan. Wat staat het je mooi. Kijk, dit zijn de oorbellen. Het zijn hoops. Maar snap je? Het lijkt echt op wokkels. We gaan naar nummertje 8. Oh, deze vind ik heel leuk. Heel fout. Zoals ik wilde zeggen, heel leuk. Nee, heel fout, maar heel leuk. Oh, deze kunnen eigenlijk echt niet. Dit zijn de oorbellen. Ja, hoe hysterisch is dat? Misschien doe ik deze wel in volgend weekend met mijn meet and greet. Mijn volgersfeestje. Ik denk dat het heel leuk is, want ik doe best wel een simpele jurk aan. En dan dit soort oorbellen erbij. Dat is fantastisch. Dit had van mij een eindcadeautje mogen zijn. Deze vind ik dus echt heel leuk. Een octopus. Een octopus? Nee toch? Wat is dit? Een kwal. Een kwal? We gaan naar nummer 9. Die is hier boven. Ja, je mag hem zelf nu openmaken. Wat zit erin? Wat zit erin? Oh, een heel klein armbandje. Oh, dat vind ik wel schattig. Maar waarom zitten de bedels bij de sluiting? That makes no sense. Of is dat iets wat ik niet snap? Hier zit de sluiting en hier zitten de bedels. En het is niet dat je die ergens anders naartoe kan verplaatsen. Anyhow, ik vind de bedels dus wel leuk. Dit zijn wel armbandjes waar ik van hou. Vooral omdat ik het leuk vind om armbandjes met elkaar te combineren. Hou ik niet van die mega chunky armbanden. Dus ik vind dit echt heel erg leuk. Alleen ik snap dit niet. Alsof het een foutje is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. En waar is die dan? Oeh, die is groot. Dat betekent vaak niet iets heel goeds. Oeh, wat is het?
effing scrunchie. Ik wilde het iets onbeleefder zeggen, maar laat ik dat niet doen. Oh, wacht even. Is het een scrunchie? Is het voor mijn haar? Oh, ik dacht dat het handschoentjes waren, maar het zijn... Ja, het is nog erger. Het is een panty sok. Een panty sok. Kijk. Hi. Ik haat panty. Dit gevoel vind ik zo vies. Als dit nou sokken waren, like elk jaar, dan had ik het wel leuk gevonden. Maar ik vind dit echt niet leuk. Oh. Hallo. Leuk. Ja, jij vindt het, ja, je kan ermee verkleden. Jij vindt dat wel super leuk natuurlijk. Daarbij zit ook een 20% magical ticket discount. Ja. Door de lucky founder. Nou, ik gok dat iedereen het heeft. Dat had leuker geweest als het gewoon 20 euro was. Want dit vind ik echt crap. Toch, Leo? Dit is crap. Ja. Kan je dat zeggen? Crap? Crap. Dit is crap. Dit vinden wij niet leuk. Ja, jij wel. Jij vindt het wel leuk, hè? Je bent helemaal fancy zo met je handjes. Het zijn parels. Wat is dit? Oh. Ik zei nog, we hoeven geen telefooncoord. Maar we hebben een... Nou, het is geen telefooncoord. Oké, wacht even. Ik vind hem wel leuk. Oh, wat erg, hè? Ik vind zelfs een sleutelhanger leuk. Omdat het dus een strikje is. Ja, ik zei het toch, ik ben een sucker nu voor strikjes. Het is een sleutelhanger. Ik vind hem leuk. Oh, ik vind, wat stom dat ik dit leuk vind. Kijk. Wauw, kom, laat zien. Hij is wel een beetje krakkemikkig, zeg maar. Hij is een beetje... Hij heeft er niet zoveel zin in. Oh, no, hij is stuk. Ja, maar ik vind deze leuk. En nu baal ik dus dat hij stuk is. Dat dingetje die de parels tegenhoudt, die is stuk. Dus deze viel er ook al bijna af. En ik heb hier dus een parel. Ja, ik vind dit dus echt heel jammer. Maar ja, wel leuk. Ja. Ja, dan gaan we nu naar het allerlaatste vakje. Vakje nummer... 20. 12. 12. Vakje nummer 12. Oh nee. Zit er echt niks anders in? Nee. Oh, wat stom. Oké, Lofies, dit hadden jullie niet moeten doen. Under eye masker. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou van under eye maskers. Dat weet iedereen inmiddels, denk ik wel. Maar ik... Dit als laatste cadeautje. Zijn onderoogmaskers van Starskin. Supergoed merk. Heel fijn. Maar als laatste cadeautje... Er zit echt niks anders in, hè? Oh, kijk eens. Oh, wat lekker. Zo. Nou, voor Leo was het wel een geslaagde kalender, hoor. We krijgen maskers voor onder je ogen. We krijgen karige pantykousjes. We krijgen een kapotte sleutelhanger. En we krijgen blush. De buitenkant is echt een 10 out of 10. En normaal vind ik de inhoud op zich wel leuk. Alleen dit jaar denk ik, wat is hier gebeurd? Waarom? Waarom iets veranderen wat gewoon de goede kant op gaat? En in principe ben ik blij dat er maar één ring in zit. Want over het algemeen zitten er van die karige kauwgomballen ringen in. Dat is nu niet zo. Maar even een goede afsluiter qua ketting. Dat had best gemogen in plaats van dit. Ik vind dit echt een rot einde. En we hadden het kunnen weten. Want het is echt een groot vakje. Alleen daarom had ik dus gedacht een lekkere bedelketting. Maar dat is het niet. Toch moet ik zeggen, de sieraden die ik leuk vind, vind ik zodanig leuk dat ik er ook zeer waarschijnlijk 50 euro voor had betaald. De sleutelhanger vind ik oprecht heel erg leuk. De pantykousjes vallen in de smaak bij Leo. Blijkbaar. Hij vindt ze echt heel erg leuk. En ja... Dat is de inhoud van de Lofies Adventkalender. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Wat vind jij dit jaar van de Lofies Adventkalender? Laat het even weten in de reacties. Ik hoop verder dat je het een leuke video vond. Als het zo was, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Muah.